In Café de Meester in Zoeterwoude werd de jaarlijkse kaaskeuring rondom Leiden gehouden. Overdag de keuring en 's avonds de prijsuitreiking. Maar we hebben een aantal gezellige mensen met elkaar en we gaan wat doen vandaag. Daar hebben we een aantal mensen deskundigen van uitgenodigd. Die hebben heel veel verstand van kaas. En vooral van kaas die gemaakt is op de boerderijen rondom Leiden gelegen. En die gaan straks een witte jas aantrekken en die gaan onze kazen keuren. We gaan er een soort wedstrijd van maken. We gaan straks vanavond bekers uitdelen. Als meester worden ze zelfs door de wethouder van de Zoeterwoude uitgedeeld. Ik ga het woord geven aan Geje van der Pijl, dat is ons opperkeurmeester vandaag. We hebben in totaal 74 kazen, dus 74 delen door 4 keuringspanels. Dat is een kleine 20 panel. Met een kaasboor worden reepjes uit de kazen gehaald. Niet alleen om te proeven, maar ook om te ruiken en te voelen. Bij de keuring van de boerenkaas wordt gelet op een aantal onderdelen. Het uiterlijk van de kaas. Ziet er netjes uit, hè? De consistentie, de geur en de smaak en de doorsnede. Voor elk onderdeel kunnen punten worden gehaald waarbij geur en smaak het zwaarste wegen. In totaal kunnen 100 punten per kaas worden verkregen en dat staat voor een 10. Na de keuring 's middags volgde 's avonds de prijsuitreiking. Vanaf 8 uur kwamen de zelfkazers uit de regio rondom Leiden daarom weer bij elkaar in de Meester. Daar lagen alle ingezonden kazen inmiddels klaar, inclusief de beoordelingen. En dus was er al gelegenheid voor de nodige onderlinge felicitaties. Daarna volgde de officiële prijsuitreiking met bekers. En daarvoor was de Zoeterwoudse wethouder Ton de Gans naar Café de Meester gekomen. Het was wat later, maar goed om in ieder geval nog even een stuk van jullie discussie te horen over de vragen en de problemen waar jullie ook tegenaan lopen. Het minstens is net zo belangrijk om met elkaar aandacht te blijven houden over voor productie van het product kaas, wat we al eeuwenlang hebben, wat ook op de lijsten van het immaterieel erfgoed van de UNESCO staat. We hebben elkaar nodig en daar gaan we wat mij betreft ook voor. We beginnen met bekerkaasjes. We hebben de mooiste beker voor. De beker gaat naar de firma Van de Geest van Zanten. De tweede groep is een wat grotere groep. Een jonge kaas is met 93 punten. Is er goud gehaald door de familie Mooren, Hoogmaan. De keuringsgroep C, dat is de belegerde kaas. Er zijn er twee met 93 punten. Die zijn dat maar niet voor gelaten van tevoren zeggen. Hele goede kaas. Groeten van de klas. En de familie Mooren wederom. Maar de allerbeste kaas is hier met 96 punten. Lydia en Theo Verleeuwen, Zoeterwoude. De kaas is hoofdzakelijk gemaakt door Freek. Ja, dat dacht ik. En het wordt ook niet meer in Zoeterwoude gemaakt, dat is toch bij. Net als de mens. Oké. Nou, dat is toch een dingetje om aan te passen dan. Dat is de oude kaas. Dat is. Vreemd genoeg is dat een identieke uitslag aan de belegerde kaas. Althans, qua punten niet helemaal, maar wel de volgorde. Derde van de plas, tweede familie Mooren. En ben je er ook met 36 punten? Vreemd van Leeuwen. Specialiteiten. Dat is uit de groep geworden met de grootste aantal inzenders. Drie met heel veel punten gehaald. 95 punten is behaald door kaasboerderij Kaptein. Zoeterwoude, nog eens een. Punten, maatschap Karen en Sjaak Verveen.
en Ronald van der Plas. Hey! 37 punten is volgens mij het hoogste aan de aantal van de hele keuze. Ja, dat vind ik wel. En Sophie stond erbij volgens mij bij de tafel. Ja, dat scheelt. Nou, ze heeft het niet beïnvloed, dames en heren. Daar heb ik persoonlijk op gelet. Zie je? De jonge Leidse. Even kijken hoor. Ja, dat is, nou, dat is een vrij kleine groep. Dus doe gewoon nummer 1. Dat is Monique Wagenaar. Dikke. Ja, met heel veel punten, 96 punten, beste mensen. Dus ja, dus, de kaas is echt lekker. De belegerlijst. Wacht maar even voor de eigen zitten. Die krijgt er nog een mee. Ook weer 36 punten. Nou, we hebben zelf als kaascommissie vorig jaar een nieuwe prijs. Iets leven groep. Het Leidse kaasmeisje. Het Leidse kaasmeisje is berekend. Dat is van tafel lopen. Is er van tafel gelopen? Ja, nou, vind ik knap, want ze is best wel zwaar. Heeft een jaar bij Wilma en Leeuwen gestaan. Maar ze hebben hem mee teruggenomen, want het is natuurlijk een wisselend trofee. Daarvan, even kijken, nee, de derde is gewoon geworden, die heeft hem ook wel eens, nou nee, derde is geworden, zijn geworden de gebroeders van de klas. Ja. Met een totaal van 190 punten. We hebben één incident, dus er kwam er 101 puntje meer, 191 punten, en dat is in de Pakenaar. En dan blijft over de winnaar van het Leidse meisje, kaarsmeisje moet ik zeggen. Het Leidse kaarsmeisje. Is Freek, hè? Freek van Leeuwen. Tom staat nog dicht bij mij nu. Ik vind dat Tom vanavond wel een bloemetje verdiend heeft. En dat is een mooie thuiskomertje. En ik hoop dat je hem even helpt met het kiezen van de lekkerste kaas. Want dat is een van de mooie dingen. Dat zijn de lekkerste kaas die vanavond ingeleverd zijn. Die vandaag ingeleverd zijn. Dankjewel, gasten.